Vincentre, het nieuwe Vincent van Gogh Centrum, gevestigd in het oude raadhuis, bestaat inmiddels 1 jaar en heeft in die tijd al 20.000 bezoekers getrokken uit binnen- en buitenland. We gaan op zoek naar de geheimen achter dit succes en naar de allernieuwste ontwikkelingen. Jan-Kees Lemkes, jij bent vicevoorzitter van Van Gogh Village Nuenen. Vincentre bestaat nu 1 jaar en heeft 20.000 bezoekers ontvangen. Kun jij eens verklaren waarom dat bezoekersaantal zo hoog is? Ja, dat is niet in 1 regel te verklaren. Dat heeft te maken met het feit dat we hier een schitterend mooi museum hebben. Dat de naam Van Gogh natuurlijk heel erg bekend is. Maar bovenal heeft het te maken met de mensen achter het Vincentre. En daarmee bedoel ik vooral de vrijwilligers. Want als dat niet loopt, dan loopt er eigenlijk weinig. En dan begin ik maar gelijk met een stukje historie. Het heeft zo'n 2 jaar geduurd voordat echt alles opgestart werd. En in die 2 jaar zie je dat er een hele hoop professionaliteit groeiende is onder de vrijwilligers. Niet alleen dus in professionaliteit, maar ook in aantal. En met zo'n stijgend aantal mensen en zoveel kunde krijg je toch al heel snel het effect van het is bijna een bedrijf, want als iedereen op de goede plek zit en de goede dingen doet, dan moet het haast wel gewoon goed lopen. En dat heeft het dus ook gedaan met zo'n 20.000 bezoekers in het afgelopen jaar. Van die 20.000 bezoekers zijn er ook een aantal uit het buitenland. Kun jij ongeveer percentueel aangeven wat de verhoudingen in de bezoekersaantallen zijn tussen binnen- en buitenland? Ja, ongeveer 10% moeten we rekenen komt uit het buitenland. En hoe we dat nou precies achterhalen, ja, dat is voor een deel terug te vinden aan het aantal audiotours in een buitenlandse taal. En vergis je niet, daar hebben we er 7 of 8 van. Even uit mijn hoofd, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Japans en Chinees. En ook in het Nederlands voor degenen die het niet willen lezen, maar het uitsluitend willen horen. Hoe is het met u daar in Schravenhagen? In ieder geval geeft dat aan dat we een grote diversiteit aan talen hebben. Dan hebben we natuurlijk nog lang niet iedereen gehad, want Engels sprekend, dan kunnen ze uit alle windstreken komen. Maar hou het maar eens op zo'n 25 tot misschien wel 30 verschillende landen van over de hele wereld waar we bezoekers van krijgen. Nou is Van Gogh over de hele wereld bekend, maar het lijkt erop alsof Van Gogh nog steeds meer furoren maakt. Je bent onlangs in China geweest en hebt daar het Nuenesdorp met Van Gogh daar ook gezien. Kun je iets vertellen over wat dat voor gevolgen heeft voor de contacten tussen China en Nederland? Ja, je zou eigenlijk in 1 zin kunnen zeggen kunst en cultuur verbroederen. Dat brengt mensen tot elkaar. Het is een schitterende bodem om vanuit respect voor elkaars kunst en cultuur verder te praten over andere zaken, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven graag vanuit Nederland in China hun werkzaamheden wil verrichten, maar ook China graag in Nederland verder wil. Bijvoorbeeld hier in de Brainport-regio met een heleboel high-tech bedrijven zijn zij toch erg jaloers op wat wij hier allemaal kunnen in de omgeving van Eindhoven, Zuidoost-Brabant. Nou, vaak begint het op bestuurlijk niveau. Vaak begint het heel algemeen en daarbij kan Van Gogh een grote rol spelen. Alice, jij bent coördinator van de vrijwilligers van Vincentre. En nou is Vincentre een organisatie die vrijwel op vrijwilligers draait. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, ik denk dat het belangrijk is als je de vrijwilligers aantrekt om te zien dat je ze kunt gaan motiveren, goed kunt ingaan werken. En ik moet zeggen dat is in de loop van dit jaar enorm vooruit gegaan en verbeterd doordat we het gewoon allemaal veel beter hebben kunnen organiseren. Er is veel meer systeem ingekomen waardoor de vrijwilligers zich veel zekerder voelen en veel meer plezier hebben in het werk. Wat voor soort vrijwilligers zijn er nou zo in de dagelijkse gang van zaken hier? Dat zijn diverse vrijwilligers. We hebben gidsen, we hebben de arrangementen worden geregeld. We hebben de balie, de kassa, de horeca. We hebben heel veel organisatiewerk. En ja, daar zitten zoveel variëteiten in. Dat is eigenlijk het hele verhaal. We proberen vooral de juiste mensen op de juiste plaats te vinden. Educatie hebben we natuurlijk, VVV. VVV is een belangrijk punt ook wel voor ons. Want daarmee kunnen we een geweldige service bieden naar de mensen. Dus je hebt veel meer vrijwilligers nodig dan vroeger. Over hoeveel vrijwilligers hebben we het?
Nou, dik over de 100. Heel dik over de 100. Dus dat is heel veel, ja. Ja. Jacqueline, jij bent coördinator educatie van Vincentre. Over wat voor onderdelen van educatie gaat het hier? Het gaat erom om klassen rond te leiden, basisscholen, maar ook middelbare scholen. Op het moment krijgen we veel middelbare scholen die uitwisselingsprogramma's hebben. Bijvoorbeeld het Stedelijk College, die kwam met Chinezen of met Spanjaarden. En Strabrecht met Polen en Fransen. Daar springen we op in. En de basisscholen, er komen vooral groep 6, 7, 8. En die maken een tour door onze expositie met behulp van een boekje. En we hebben nu ook voor de onderbouw een heel leuk tekenopdrachtboekje. Dus dat is net nieuw. En voor buiten hebben we ook twee programma's. Voor de onderbouw en de bovenbouw van de basisscholen. En voor de middelbare scholen dat ze ook langs de zuilen kunnen met vragen, met een boekje. We staan hier voor een expositie die momenteel loopt in Vincentre. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, op het moment zijn we bezig met deze expositie. Dat is Brabant en Den Haag uit de doeken. Het gaat dus over Vincent van Gogh's vrienden. Vincent van Gogh heeft 2 jaar ook in Den Haag gewoond en gewerkt. Daar heeft hij veel kunstenaarsvrienden ontmoet. En waar hij ook echt mee op stap ging en mee ging tekenen en schilderen. Hij heeft daar veel over geschreven. En aan de hand van die anekdotes en verhalen van hem hebben wij een expositie opgezet. En ook de Brabantse vrienden uit Nuenen, dat zijn er 4 leerlingen, die hebben ook een meegenomen. En het leuke ervan is dat we niet alleen de verhalen over die vrienden, die vriendschappen van Van Gogh iets vertellen, maar ook de werken, dus de schilderijen die die vrienden hebben gemaakt, dat we die ook tentoonstellen. En dat is in samenwerking met kunsthandel Ardumé. Dat kunnen we hier niet kwijt en daar hebben zij een prachtige gelegenheid voor. En het is op loopafstand, dus het is een hele leuke combinatie tentoonstelling geworden. De expositie heeft een dusdanig succes dat het verlengd is, hè? Ja, we zijn begonnen in april en het zou eigenlijk tot half september duren. Maar we hebben het nu verlengd tot 4 januari. Omdat er heel veel belangstelling en interesse voor is. En enthousiaste reacties. En het is natuurlijk ook een heel werk om elke keer een expositie te maken. Dus, en een investering, zodat we het fijn vinden dat we het konden verlengen. Sinds vorig jaar zijn maatschappelijk stage verplicht bij de middelbare scholen. Vierdejaars studenten die moeten 25 uur stage lopen. Vincentre, de studenten hebben zelf ons opgezocht en zo zijn wij er ook eigenlijk aan begonnen. We hebben 6 studenten afgelopen seizoen gehad. 2 van het Eckart College, 2 van het Strabrecht en 2 van het Lorenz. Van Gogh Brabant is een organisatie waarin ook Vincentre nu participeert. En onlangs hebben jullie een enorm project voltooid. Ja, dat resultaat ziet u hier. Dat is de iPad-kast met 15 iPads. Elke locatie, dus Sundert, Nuenen, Etten-Leur enzovoort, krijgt zo'n kast met 15 iPads om groepen en klassen te bedienen met een educatief programma. En het educatief programma is geworden een app over het leven van Vincent van Gogh in Brabant. We willen echt laten zien dat Van Gogh zijn wortels in Brabant had. Niet alleen zijn jeugd, maar ook zijn eerste kunstwerken komen uit Brabant. Ja, het is een heel groot project geweest. Alle educatieve medewerkers van de verschillende locaties hebben er meegewerkt. Het bedrijf in Utrecht heeft het creatief vormgegeven. Het is niet alleen dat je dus de werken ziet van Van Gogh, maar ook er zijn ook spelletjes in verwerkt en een eindquiz. En je kunt ook het geschiedenisbeeld van de 19e eeuw ontdekken. Dus er zijn allemaal uitklapschermpjes met allemaal foto's. Bijvoorbeeld in 1866 zat Vincent op de HBS. In Tilburg. En toen was er een cholera-epidemie in Nederland. Dat kun je ook allemaal leren en lezen. En ook van toen hij hier in Nuenen woonde, naar welke musea ging hij en wat voor werken vond hij zelf mooi om te zien en waar zijn zijn inspiratiebronnen. Wat voor kunst was er in de mode? Dat soort dingen kun je ook allemaal in die app zien en swipen, zeg maar. De titel van de app is Explore Vincent. Dus je onderzoekt Vincent, zijn leven, maar ook in die app onderzoek je natuurlijk het hele leven van Vincent van Gogh. De 17 oktober komt hij in de App Store, in het Engels en in het Nederlands. En we verwachten dat het een groot succes zal worden. Daar zijn jullie denk ik wel lang mee bezig geweest. Ja, bijna een jaar. Maar op zich ging het toch wel verder vlot. Trots.
Ja, heel erg trots. Het is een hele mooie, rijke, educatieve app geworden, waar veel groepen en klassen plezier aan kunnen beleven. En wij als Vincentre vele scholen mee kunnen bedienen. Want vergis je niet, het is niet alleen Japan waar Van Gogh bekend is, het is ook wel degelijk China. Een grote bekendheid heeft hij daar, groter dan Rembrandt, dat kunnen we rustig stellen.